Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe boodschappenvideo. Ik ben bij de Lidl geweest en bij de Albert Heijn. En ik dacht, ik laat dat in deze video even zien. Het is een grote boodschappenshoplog, want bij de Lidl was ik 60 euro kwijt en bij de Albert Heijn 88 euro. Dat zijn de weekboodschappen en een deel voorraad, wat straks in de kast en in de vriezer gaat. Dus laten we gaan uitpakken. Ik begin met de Lidl en doe daarna de boodschappen van de Albert Heijn. Ik begin even met wat hier voor het krat ligt. Wc-papier. En er waren heel veel snitsels, zeg maar, in het assortiment. Nou, tijdelijk. Roy was mee, dus er zijn er drie soorten mee. Nou ja, allemaal snitsels. En ik had hem even opengemaakt in de winkel om te spieken hoeveel erin zitten. Er zitten er twee in. Ster en ik kunnen delen. En Roy heeft dan een hele. Deze gaan zo in de vriezer. Dan ga ik random even wat uit het krat steeds pakken. Ik heb hier een groentepannetje. Die gaat zo gelijk de vriezer in, want die begint al te ontdooien. En de vissticks, die gaan ook zo gelijk even de vriezer in. De avocados waren in de aanbieding voor 49 cent per stuk. Dus heb ik er twee van meegenomen. Roy en Sterre hebben allebei een donut. En ik heb een Berliner bol. Dan was er deze zak met van die hartjespretzels. En die was waarschijnlijk nog van een week aanbieding over, want die was nou 50 cent. Een zak met chocoladebroodjes. En een zak Lay's Super Chips paprika. De macaroni en spaghetti groenten waren in de aanbieding. En die hoef je natuurlijk niet alleen voor de macaroni en spaghetti te gebruiken. Je kan het ook met kipfiletje en dan roerbakken en zo. Maar twee pakken was nou 2 euro. En ik ga ze zo even in een Ziploc zak doen en dan in de vriezer doen. Want dit neemt heel veel ruimte in beslag. En een Ziploc zak kun je plat in vriezen. Dus die ga ik zo ompakken. De aardbeien waren in aanbieding voor 1,99. De vegetarische dingen, wij zijn niet vegetarisch, maar ik vind het wel lekker. En Sterre ook. Die waren nu 99 cent per stuk. Er was alleen niet meer zoveel keuzes. Dus ik heb de Orientschijf en de kaasschelp. Deze heb ik van de week ook gehaald. Die ligt nog in de vriezer. En de rul gehakt, zeg maar. Die ligt ook nog in de vriezer. Dus ja. Wraps, geraste kaas, ham. Nog meer vlees voor in de vriezer, cordon bleu, macaroni en spaghetti groenten en nog een groentepannetje. Twee pakken tikkie, een pot chocoladepasta en twee pakken boomstammetjes. Dat was 2 voor 4 euro. Dus eentje gaat in de koelkast voor deze week en die gaat in de vriezer. 3 blikjes energydrank, suikervrij. Een pak koekjes, deze kreeg ik gratis omdat ik de Lidl app van de week heb gedownload. Als welkomstgeschenk, zeg maar. Gingers, gemberschotjes. En deze light roomkaas was nou ook in aanbieding op de app. Dan alweer het laatste van de Lidl. 2 flessen ginger ale. Koffiemelk. Iceland cookies. Dat zijn van die Prins mini star koekjes, maar dan van de Lidl. Deze gaan voor Sterren mee naar school. Piccolini's, soort van. Maar dan de kaas voor Roy. Plakken kaas. 1 kilo peren, volgens mij 1 kilo ongeveer. En een komkommer. Dan gaan we beginnen met de Albert Heijn. We zijn naar een Albert Heijn XL geweest in Enschede en die verkoopt ook sushi. Dus ik heb zo'n mix meegenomen, die is voor vanavond voor Sterre en mij. We doen op zaterdagavond meestal hapjes op tafel. En Sterre wilde graag sushi, ik ook, dus het komt goed uit. Dus ja, deze bak is wel wat duurder, maar als ik het bij een restaurant bestel, is het net zo duur. En dit is ook gewoon vers gemaakt. Dus ik dacht, ik laat deze even eerst zien. Dan kan die de koelkast in. Een reep Milka Oreo. Beleg voor Roy mee naar zijn werk. Hij kent het niet, maar hij dacht om te proberen een keertje. Grapefruit drinken. Een zak chips voor in de voorraadkast. Een doos eieren. En ik moet zeggen, er was echt niet heel veel keus. En wat zijn die eieren ook duur geworden. Dus ja, dan deze maar weer een keer. Eigenlijk wil ik deze niet meer kopen, omdat ze schijnbaar niet zo goed zijn voor de dieren en zo. Ik heb geen idee hoe dat precies zit verder. Maar ik ga geen 6 eieren voor 5 euro betalen. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus dan die maar een keer weer mee. Een Zaans wit. En een grote doos met mini-snackjes. Een grote fles olie om in te frituren. We hebben geen frituurpan, dus dat doen we in een diepe pan. En ja, daar hebben we de olie voor nodig. Afbakbroodjes vanmorgen vroeg. 2 pakken rijstewafels met chocola. Dus ik ga als tussendoortje. Sterre neemt het mee naar school. De olijven waren 2 voor 2 euro. Dus ja, die heb ik ook meegenomen. Vind ik heel erg lekker, maar ik haal het bijna nooit. Maar nu in de bonus wel. Gesneden fruit.
Kijk, een mango. En ik heb granaatappelpitjes mee. Hondenvoer. Schuddebuikjes. Altijd lekker voor brood. Of door de Optimal 0,0. Wat is het? Yoghurt, kwark. Is ook heel lekker. Een pakje Leurpak. Een pakje kruidenboter. En Campino slagroomvla. En 2 keer de wegwerpscheermesjes. En dan het laatste van de Albert Heijn. De hak was in de aanbieding 1 plus 1 gratis. En ik haal daar altijd de boerenkool. Want dat is de enige boerenkool die Royles. Dus die heb ik op voorraad. Chocodrop. Dit is zwarte bes salmiaksmaak. Die gaat voor Roy mee in zijn werktas. Ik had geen diepvrieszakjes meer. Dus die heb ik ook meegenomen. Want daar gaan straks alle groenten en vlees zo in. Rosbief. Carpaccio. WC-eend, de nieuwste geur was ik wel benieuwd naar. Champignon ham, die is ook voor Roy mee naar zijn werk. Een pak sap met mango, sinaasappel. Filet américain. En dit zijn chocolademinis melkvulling. Een beetje de Milky Way, maar dan de Albert Heijn merk. Kaneelbroodjes, die zijn voor morgen vroeg voor sterren. Eentje voor morgen voor sterren en eentje voor van de week nog een keer. Ze heeft namelijk toetsweek, dan heeft ze 1 uurtje les en is ze weer thuis. Dus dacht, dan neem ik die mee. 2 Belgische witbiertjes voor Roy voor vanavond. Een bus slagroom voor bij de aardbeidjes en op de koffie. En 2 keer Pepsi Max citroen. En dat was het alweer. We hebben bijna 2,5 uur boodschappen gedaan. Echt belachelijk. Maar goed, het was druk in de winkels. Ik ga alles opruimen. Ik ga kijken hoe ik de vriezer ga indelen. Want volgens mij hebben we veel te veel vlees meegenomen voor onze 3 lades in de vriezer. Dat gaat denk ik nooit passen, maar komt wel goed. Dus ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video.